ik krijg ook geen break, ook niet. Nou komen er weer piraten aan. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij de nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3.4.3. Ik ben er weer, zelf op Play 20 terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hadden we in één keer al een behoorlijke gevaarlijke solar eclipse te pakken gekregen. En Steve zijn we daardoor kwijtgeraakt, jammer genoeg. En ik was bezig met een potion des levens te maken voor onze Steve. Hallo? Life potion graag. Wie schoot er op mij? Niet doen hè, mag niet. Ik bedoel serieus. Ik ben particulier verzekerd. Niet handig als ik dood zou moeten gaan. Maar goed, wat is het grootste probleem is, ja, nou hebben we dus last van een pirate invasion. En oh. Auw! Dat doet pijn, die pijlenboog. Ik denk dat ik piercing shots nodig ga krijgen. Misschien dat ik heel eventjes met mijn melee aan de slag moet gaan. Ik bedoel, mijn melee die doet ook enorm veel damage. En Abram is neer. Dat is vervelend voor Abram. Ik bedoel, de nieuwe guide die hebben we ook al. Weet je wat, ik ga gewoon hier staan. Wat wil ze hier doen? Hier kunnen ze niks doen. Ik denk dat ik hier gewoon blijf staan. Vaporeon, kom jij er ook al eventjes bij met je fun? Nee, niet naar boven schieten, hè? Dat mag niet. Zo. Maar dezelfde player, dit is heel erg lame, ik weet het, maar ik ben hier ook niet aan voorbereid. Ik bedoel, serieus, ik probeer hier even voor elkaar te krijgen. Als jij nou eens heel eventjes die... Als jij nou eens even weggaat. Ik probeer namelijk wel weer terug te gaan naar mijn farmplekje, dat wel. Maar dan moeten ze mij dan wel... Oh boy. We hebben een kapitein Haak. En als die begint te schieten, hebben we een heel groot probleem. Dat is deze hier. De Pirate Captain. Als die begint te schieten, hebben we een heel groot probleem. Oh. Volgens mij is hij neer. En ik was ook weer bijna neer. Die dead count gaat wel heel erg omhoog, omdat we ik weet niet hoeveel van die zooi krijgen. Dan weer deze wave, dan weer die wave. Ik wil weer terug naar de Battle Arena, jongens. Ik vind het wel grappig trouwens, zodat de papagaai daar blijft zitten, maar en natuurlijk niet te vergeten hoe dat klitsjeel daar bovenop zo staat van... Ja. maar goed, hoe is jullie dag geweest? Ik bedoel, ik probeer hier van alles voor elkaar te krijgen bij Terraria, maar het wil niet werken. Ik ben ook al bezig geweest met een paar nieuwe series en ideeën voor nieuwe series. En er zijn al heel veel leuke ideeën waar ik zeker iets leuks mee wil gaan doen. En wil jij die proberen om mee te schieten alsjeblieft? Dus ook... Dat zou ik zeker op prijs stellen. Misschien dat ik echt iets met piercing bullets moet gaan doen ofzo. Ik weet dat meteor bullets zijn soort of piercing bullets. Met nadruk op soort van. Maar ja. Ik denk dat ik dan echt met jester arrows echt een keer moet gaan. Dan moet ik echt gewoon een paar keer s'nachts boven grond lopen. Dan denk ik dat dat wel op zich veilig zou gaan. Maar goed, dit is onze eerste pirate invasion. Dus vandaar dat ik ook weer zeker alles wil laten zien. Het probleem is... Dat wou ik dus jullie laten zien. Haal ik dan zo? Wacht, dan weet ik beter gemaakt. Dat is valsspeleritis. Zo, Wilbur, Stevie. Oh ja, dat was ik. Bofton. Dat is een beetje cheap dat ze zo gewoon binnen kunnen komen. Nou ja, aan de andere kant ben ik ook heel erg cheap aan het vechten. Dus... begrijpelijk aan de andere kant. Ik ga gewoon hier staan. We maken hier eventjes een regenbuitje. Try and stop me. Ja, ik denk dat het goed. De Flying Dutchman gaat neer. Dan maar zo. Ondertussen hebben ze een feestje en iedereen is dood aan het gaan. Zo, nou, dat ding is ook weer neer. Mooi. Ik was dus beneden een huisje aan het maken voor Steven. Of voor Steve, de guide, mocht hij terugkomen.
Wat dus veiliger zou zijn. Want zo te zien zijn onze huizen niet echt bepaald veilig met deze waves en expert mode. Ik bedoel, ze zijn zelfs heel erg dodelijk. Hi. Zien jullie nou eens eventjes allemaal hier gewoon... Au. Au. Oké, dit gaat weer niet goed. Oh boy. Die pijlenboog zijn dodelijk. Ik blijf wel hier staan. Het is veiliger. Voor mij dan. Nou, laten we proberen niet meer dood te gaan en gewoon... ja, hier wachten tot we de Pirate Invasion gedaan hebben, denk ik dan maar. Oh, dit gaat echt helemaal nergens meer over. Auw, zet weer door. Auw, jij bent mij aan het raken. Voel je, stout jij. Geef mij half. Oh, ja, nee, niks daarvan. Terugkomen jij. Jij kleine scheileus. Sorry, taalgebruik. Serieus, het was toch een angsthaas, laat eerlijk wezen. Oh. Nou, Pirate Invasion is geweest en Scotty! Nee! Wij willen geen Scotty! Ah, ik ga weer een keer de wolfvlees neerhalen, waarom ook niet? Ah, ik ga ook even een levensdrankje maken, het werkt gewoon zo niet! Ach, Redbeard is gearriveerd, wat leuk voor hem! Ja, ik zie toevallig dat er eens een sandstorm bezig was. En daarvoor dacht ik van, nou, ik hoop dat ik dus nou hier die nieuwe vijand tegen kan komen. Oh, hallo. Die nieuwe vijand die tegen zou kunnen komen. Die kom je dus tijdens sandstormen, kom je die hier dus tegen. Oké, vooruit dan. Tijdens sandstormen kun je die hier tegenkomen. En die kunnen dus een speciale kristal voor dat secret armor waar ik het dus over had droppen. En als ik hier te lang blijf, ga ik waarschijnlijk dood. Daar heb ik geen zin in. Of het komt alleen maar tijdens het regen. Want ik zei er al een tijdje en ik heb nog steeds niemand gevonden. Ik wil eigenlijk onderweg eigenlijk naar de jungle. Vanwege de vis te vangen. Want ja. Ik moet toch eventjes wachten tot er weer een guide respawnt. Voordat ik de wall of flash kan gaan doen. Dus ja, ik denk dan gaan we ook maar gelijk voor de fishing. Wow, daar gaat het toevallig. Net nou dat ik bijna geen HP meer heb. Vandaag is zo'n slechte dag om op te nemen. Alles zit gewoon tegen. Echt, alles wat tegen zit, zit tegen. Alles. Oké, ik heb die gast van de events gevonden. How did I get there? The last thing I remember was a portal opening up in front of me. Hij heeft heel erg veel stuff. En daar kom ik later nog wel eventjes op terug. Oké, de opnames die willen gewoon vandaag niet meewerken. Laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, ik had zoveel van plan om met deze opnames te doen. Maar Steve die valt in één keer weg. En dan krijgen we in één keer... Oh ja, nee, wacht eventjes. Die hadden wij al. Wij hadden al. Ik wist dat die dingen zou komen. Solar Eclipse. Dat wist ik al. Maar ik bedoel, de Pirate Invasion die er in één keer tussen is gekomen. Mijn planning stond om naar de jungle toe te gaan en die gast te vinden. Nou, gelukkig hebben we die gast gevonden. Die gast die staat nou... even kijken, waar is hij? Hier hebben we die gast heel erg toevallig. Jerry. En daar ga ik zeker wat research over doen om dat zeker te gaan maken. Maar eerst ga ik heel nou eventjes... Want ik heb geen flauw idee hoe lang dat deze aflevering op het moment duurt. Dus ik ga eerst eventjes een bordje plaatsen met een awesome comment erop. En de comment is gekozen en die komt van Grim Reaper Games Nederland. En die had geschreven... Bruh, die rod is super rare drop rate. Oh, wacht. Dat lees ik verkeerd. Bruh, die rod is super rare drop rate. Oh, er staat geen comma tussen. Bruh, die rod is super rare. Drop rate is 0,01 of zo van die Chaos Elementals. Kortom, ik heb dus blijkbaar een hele rare item. Joepie, ik heb liever tot alles mee wil werken eigenlijk. Maar in ieder geval, Grim Reaper Games, enorm bedankt voor je leuke reactie. En ja, een beetje dus net zo rare als de Slime Rod, als je het mij dus vraagt. Nou ja, in ieder geval heel erg bedankt voor deze reactie. Wil je nou zelf ook op de House of Awesome comments komen? Laat dan zeker een reactie achter als je daar de tijd voor hebt. Ik zou zeggen, hashtag... Ja, wat zullen we er deze keer van maken? Hashtag ja, wat zullen we er deze keer van maken? Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende aflevering. Hopelijk dat de opnames dan goed gaan. Dit was Zelda Play 20 Stevie en ja, een hele fijne dag toegewenst te hebben. Doei!